Gisteren was het 11 november en dan is het toch een beetje officieel de start, zowel in Vlaanderen als in Nederland, van het carnavalseizoen. En we willen dat natuurlijk bij Studio TVL niet zomaar voorbij laten gaan, vandaar dat we enkele leuke gasten hebben uitgenodigd. Ze waren vorig jaar ook al te gast, Vier Geven Gaas, en ze brengen hun carnavalsingle van dit jaar. Zoepen. Voilà, dat was heel duidelijk. Komen bijzitten, mannen, van Vier Geven Gaas uit Nederlands Limburg. Ja. Ja. Voilà, zijn jullie erbij. Ja. Wees welkom. We hoorden net de final countdown. Ja. En dachten jullie van, we gaan daar gewoon een leuk carnavalsnummer van maken. Precies. Hoe zijn jullie bij dat nummer terechtgekomen? Ja, het is een nummer wat al langer op ons lijstje stond om een keer te gaan coveren. Ja. En natuurlijk wel een heel lastig nummer. Ook niet echt voor de hand liggen voor carnaval. Hè. Dat is een rocknummer. Maar... Lang op gezweet. Ja, toch wel. En nou ja, goed, we zijn de studio ingedoken, we hebben wat trials gedaan en het klonk vrij aardig, dus we zijn erop voort gaan borduren. Ja, en uiteindelijk zit dan jullie carnavalsingle van dit jaar. Klopt. Ja. Fantastisch, hè? Dat is toch uiteindelijk een rocknummer en dat moet dan weer getransponeerd worden naar een beetje après-ski-achtig nummer. Dus, en het is wel gelukt, hè? Dus heel goed gelukt. Ja. Nu, we zagen er ook een clip bij, waarin de engel en de duivel een beetje de hoofdrol spelen. Ja. Hebben jullie zelf, want we zagen ook wel een boze partner...
Hebben jullie dat zelf ook wel zo rond de feestperiode die er zit aan te komen? Dat, nou, ik denk dat wij dat wel iedere periode hebben. Denk ik. Ja, ja, ja. Dus niet alleen vanaf de 11e, van de 11e, maar meestal begint tot op vrijdagmiddag al. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk is het wel leuk dat, dat de engel zegt van kom, doe nu maar niet. En de duivel zegt je wel, hier, neem maar een pintje. Ja. Ja. Dus een leuk conceptje natuurlijk dat jullie ja, hebben bedacht. Hè. Ja. Ja. Ja, dat was een beetje de rode draad in het verhaal. Ja. Ja. Nu, uiteindelijk begint er voor jullie nu een drukkere periode, mag ik dat zeggen? Ja, ja, absoluut. Hoeveel optredens staan er zo in de carnavalsperiode standaard bij jullie in de agenda? Nou, standaard, meestal zitten we gemiddeld vanaf het begin rond de 40 per seizoen. Amai. Dus toch wel, ja, ja, wel lekker gaas en geven. Ja, en iets waar jullie ontzettend naar uitkijken, denk ik dan? Carnaval? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, sowieso, de grotere optredens zijn natuurlijk altijd speciaal. Maar ook de kleinere optredens. Hè. Binnenkort staan we in Gelk, ja. Belgisch Limburg, in een kleine zaal. Maar ja, ja, dat is even leuk, dat is fantastisch. Groot en klein, jullie blijven altijd gaas ja, geven. Ja, ja, fantastisch. Nu, uiteindelijk, jullie doen dat in jullie eigen dialect. Klopt. Ja. En jullie hebben nu zelfs ook een wedstrijd aangegaan met nog andere dialecten. Ja. Hoe zit dat precies in elkaar? Ja, dat is een initiatief van Velke Limburg. Ja. Die zetten zich in voor ja, alles wat zo'n beetje met Limburg te maken heeft. En die gaan 11 superbands ja, samen voegen met Limburgse jongeren. Okay. Uit 11 verschillende plaatsen in Limburg. En nou, wij komen voor Maastricht uit en we gaan met die jongeren proberen om van die andere 10 te winnen. Ja. En Maastrichtse dialect weer even goed op de kaart te zetten. Fantastisch. Iets heel leuk om te doen, denk ik dan. Hè? Ja, zeker. Ja. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes met alles wat jullie nog gaan doen. Hopelijk horen we nog heel veel dat nummer Noots me zoepen. Hopelijk. Maar drink het dan nog maar in met carnaval. Hè? Doen we zeker. Dat zeker. Dank jullie wel. Fijn dat jullie erbij waren. Veel gaas. Dank je wel. Dankjewel.